Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat in Nederland en ook in de wijde omgeving geen wolkje aan de hemel is. Dat betekent dat we opnieuw een zonnige dag tegemoet gaan. Overwege de ochtend is het al zo'n 15 tot 17 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 20 graden op de Waddeneilanden eilanden en 22 tot 26 graden in de rest van het land. De oostelijke wind is zwak of matig en in de loop van de dag zou Paul aan de kust de wind vanaf zee kunnen gaan waaien en zorgt dan voor wat verkoeling op de stranden. Vanavond blijft het ook nog lange tijd warm, het is onbewolkt en de matige oostelijke wind die gaat geleidelijk aan afnemen. Ja, morgen volgt dan opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 23 tot 27 graden, opnieuw een oostelijke wind, maar in de loop van de dag zou Paul aan de kust een windje vanaf zee kunnen opsteken. Ja, daarbij is het nog niet gedaan met het mooie weer. Want ook dinsdag hebben we volop zonneschijn bij 24 tot 28 graden. Woensdag komen de stapelwolken en dan wordt het 22 tot 27 graden. Met laat op de avond kans op een eerste bui. Donderdag is de zomerse warmte voorbij en dan vallen meerdere buien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl